En de bouw van het station, ik vind het wel wat hebben hoor. Ja, binnen, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van The Scammer Gamers. Zo, ik vond het heel goed. We zijn er weer helemaal klaar voor. Oh, mijn muis staat in beeld. Daar moet ik heen. We zijn weer terug in X10 in Berlijn. Zo. En voor de mensen, voor de vaste kijkers, we zijn inderdaad terug na een lange vakantie van ongeveer 3 weken heb ik vakantie gevierd. En jawel, in Berlijn. Dus we gaan vandaag ook weer even lekker in Berlijn rijden. Yes. Even kijken, we rijden vandaag de M29, waarom? Omdat ik die zelf natuurlijk ook eventjes helemaal heb uitgereden. Dus goed is dat mijn geld het ook. Dus ik zal nog even gauw in de opties kijken. Ticket selling aanzetten. Zo. Kijk, want mijn geld doet het ook. Alleen ik kan het geld niet meer wegklikken. Dus ze hebben straks een beetje te veel wisselgeld daar liggen. Dus we mogen zelf uitzoeken wat ze willen hebben. Het is een graadje. Oh, moet mijn bord nog goed zetten. Het is een graadje of 25 buiten. Dus ik zal de airco zo nog even aanzetten. Die had ik al aangezet inderdaad. Die kan terug naar 0. Die moet even volgas open. Ik zal de lampjes nog. Ja, dat is natuurlijk allemaal lastig met dit warme weer om dan de lampjes natuurlijk open te zetten als je de airco aanzet. Maar kan je melden, dat helpt toch wel hoor. Als je de ramen open zet. Want het wordt in zo'n bus echt veel warmer dan. Daar kan ik niet bij. Inderdaad. Oh, ik kan wel er doorheen switchen. Ah, kijk. Kijk. Zo, de lampjes open. Nog meer. Dan zie ik voorin. Hallo. Dan naar boven. Oh, ik kan ook boven zitten. Oh, nice. Hallo. Ja. Die kan niet open. Goed vuil. Die gaat ook alweer niet open. Die wel. En die was al open. Goed. Nice. Ik voel me alweer zo thuis in de bus, hè. Oh, heerlijk. Precies. Hopsakee. Nou, moeten we nog even mijn bordje instellen. Even kijken. We rijden vandaag M29. Waar rijden we naartoe? Naar Wittenbergplatz uiteraard, maar we gaan naar Hermanplatz toe. Er is eigenlijk niet heel veel mogelijk naar Hermanplatz. Even kijken. M29 naar Hermansplatz. Uw Hermanplatz, Wittenbergplatz is 029. En dat is ons nummertje. 28 voor de M. 00 en dan 01. 00. 1. Enter. Ja. Rozenek. Rozenek. Daar staan we nu. Ja, ja, dat klopt. Daar staan we nu. Ja. Ja. We staan op Rozenek. We hebben nog 5 minuten te wachten. Het is goed, dus gaat u helemaal plaats. Hey, kijk. Ja, de map gaat natuurlijk maar tot en met Wittenbergplatz. Maar de lijn is nog veel langer. En die heb ik ook gereden. En dat was is wel leuk om te doen hoor. Dat sowieso. Goed, dat hebben we dus klaar. Die staat aan. Dat staat aan. We hoeven nog geen lampje aan te zetten, want het is licht buiten. Ja, daar ben ik eigenlijk wel klaar voor, denk ik. Tot een deur uit. Belangrijk. Josef Joachim Platz. Nee, dat niet. Hallo, hallo, hallo. Hertha Straße. Nou ja, precies. Josef. Nee. Mijn man dus. Josef Joachim Platz. Josef Joachim Platz. De bus leidt zijn eigen leven. Ik weet niet goed. Josef Joachim Platz. Nou goed, dat gaan we zo wel even oplossen, denk ik. Josef Joachim Platz. Nou, laat je hou je mond dus. Goed, de kaartjes afdruk het eigenlijk ook. Kuts trekken. AB. Pas jij normaal. Kijk. Dat doet het gelukkig. Dat is fijn.
Dan, zelfs in deze bus zit luchtvering, want zelfs deze bus, dat heb ik gemerkt, die kan dus horizontaal ietsjes naar beneden zakken. Dan kan je nog dichterbij de vloer komen. Je kan dat is namelijk heel lastig om een bus te laten kantelen, zeg maar. Als je hem hier laat inzakken en die kan niet, dan zit je bovenin echt op een partij schuin. Dat wil je natuurlijk, dat moet je natuurlijk niet hebben. Dus hij gaat horizontaal naar beneden op alle wielen. Goed. Zijn we er klaar voor? Nog 5 minuten. Ik ga de tijd tegen de vooruit spoelen. 5 minuten. 4 minuten. Maar dat moet eigenlijk gaan. 11 uur 31. Dat is het nu eigenlijk bijna. Dat is natuurlijk. Ja, staat natuurlijk op je. Bismarckplatz. Ja, precies. Nou goed. Er wil in ieder geval één iemand mee, dat is fijn. Josef Joachimplatz. Goed. We gaan het vanzelf merken of hij het zo meteen wel gaat doen. Plus 3 minuten, doet mij geen deugd. 31. Het is nu 31. Ik sta nu. Dus ik moet nu zo gaan, dus. Dat doet mij meestal niet zo'n deugd als dat niet goed gaat. Goed, het zal wel. Wij gaan in ieder geval. Het is warm weer, hè? En hapschee. Ik heb natuurlijk autosave aan staan, dus daar merk je ook als je hem stilzet, dan haapt hij net even een secondje, want dan slaat hij hem op. En, ja, aan de ene kant is het heel irritant, aan de andere kant. Laatst had ik het wel even nodig, want toen liep mijn spel vast, dus. Zo. Waar zijn. Josef Joachim Platz. Ja, zo. Die blitse strassen zijn we nog. Precies, daar zijn we. Nou mag hij Josef Joachim Platz zeggen. Josef Joachim Platz. Ja, nou heb ik het inderdaad wel genoeg gehoord eigenlijk ook, maar goed. Oké. Ik heb het zo relaxed in deze bus, als je dus vooral hier zit. Dus de hele weg heb ik hier ook gezeten, hierboven voorin, want ik ben bij de eerste halt ingestapt meteen naar boven gedaan natuurlijk. Snap je natuurlijk wel. En dat is echt een partijtje relax, jongen. Voetjes naar boven, lekker zitten. Ah, dat wel zegt hij. En je gewoon lekker relaxed rond laten rijden door de stad heen. Dat kan toch niet beter? Dat is toch geweldig? Ah, er willen wat mensen mee. Altijd netjes tegen de paal aangeparkeerd, dat had ik ook altijd. Mevrouw, die kan niet praten. Jezus. Precies. 40, dus 50, 60 en nog. Alsjeblieft. Hey, nu kan ik wel wegklikken. Oké.
Kutstrekken, kutstrekken. Waarom praten die mensen dan weer niet? 50 en 10. Alsjeblieft. Inderdaad, dat u me nog wel eventjes valideren. Zo. Deenbrugstraße. Hallo? Je hoeft niet mee. Oké, het verhaal. Kan niet. Hertha-Straße. Hertha-Straße. Zijn deze mensen wel mee met mij? Lijkt toch wel. Had ik. Kom erin. Welkom, welkom. Fijn dat ze... Ja, ja, aan de andere kant in Berlijn. Ze zeggen allemaal niks toe. Busje, die kijkt je meestal niet eens aan, hè. Dat is wel het grote verschil wat ik in Nederland heb gemerkt. In Nederland zijn we een stuk persoonlijker in het OV. Ja, nou, ik kan me ook wel voorstellen als je iedereen gedag moet zeggen in Berlijn. Dat zijn er nogal wat mensen. En, ja. Ik kan het aan de ene kant wel begrijpen, hoor. Het lijkt ook allemaal zo echt, jongen. Het is niet te geloven. Precies zo tegen die paal en dat doen ze allemaal. Bismarckplatz. Moet het dan maar mee doen, hè? Dan kan ik de stoplicht niet zien. Dan weet ik dat die fietsers dus op een gegeven moment gelijk geschakeld zijn, maar... Ja, dan 3, 2, 1, want die is ook gedaan worden. Kan ik dat nog zien? Ja, zie je wel. Ja. Bismarckplatz. Het is ook altijd druk in deze bus. Dat is wel waar. Dat is wel redelijk realistisch, zeg maar. Niet voor niks dat hier twee lijnen rijden ook. Kutstrekken. Fijn dat u ook allemaal wat zegt ofzo. Dat u wat voor kaartje u wil hebben. Ik kan me niet heugen dat ik nou de geluid heb verwijderd ofzo. Alsjeblieft. De volgende, Hallandsee. Rathenauplatz. Kut. Dat zit er nog tussen inderdaad, ja.
En de eerste wilde eindelijk uit. Dat is wel, Ik zat ook nog altijd, ja. Voor het stoplicht. Na het stoplicht is Hanna Zee. Dat is namelijk de S-baan halte. U wil een kaartje hebben, dat dacht ik al. Fijn dat u wat zegt. Shit, u moest een kortstekker hebben. Ja, fijn, dat kan ik niet horen, mevrouw, wat u dan wil. Oh ja, en ik hoef niet te wachten op oudjes of zo die gaan zitten, dat doen ze in Berlijn ook niet, hè? Gewoon voor was, zeg maar. Vooral als ze haast hebben. Je loopt nog in het gangpad en je gaat eens vliegen links en rechts de bocht om. Je ziet maar hoe je het overleeft. Maar ze hebben in ieder geval allemaal geen tijd voor je. Geen interesse. Een buschauffeur moet leuk zijn, toch? Want je moet toch met je plezier naar je werk toe gaan? Ja. Dus ik kreeg niet het gevoel dat de meesten er plezier in hadden. Ja, kom dan. Mevrouw moet weer een kaartje hebben. Ja, precies. 10 eurotjes. Opschrijven. Mevrouw moet ook een kaartje hebben. Meneer moet ook een kaartje hebben. Hij gaf er 5 euro. 3, 4, 5. Zo, dan zijn we op de welbekende Curfusendam. Dat is de lange weg te straat. De duurste winkelstraat van Berlijn. En ja. Fürstendamm, Joachim Friedrichstraße. Precies. En het ziet er ook wel echt precies zo uit. Dat vind ik wel netjes aan het. Je voelt echt dat je gewoon hier bent. Want ja, het klopt echt precies. Kom erin. Wie wilde een kaartje van mij hebben? Wie wil het? Zeg het maar. Wie wil een kaartje? Ik word niet goed. Zij wil een kaartje. Hoppakee, kijk. Dat is even snel geregeld. De volgende is Leijenplatz Schaubühne. Als het goed is. Leninaplatz Schaubühne. Ja, precies. Een van die halte die de X10 overslaat. En alleen oma wil instappen. Maar er wil nog wel wat uitstappen.
Volgende is Adenauerplatz. U-Bahnhof Adenauerplatz. Yay, bingo. God, ik wist het er zo uit mijn hoofd ging, jongen. Ik niet geloven. Een paar keer met die bus mee geweest en ik ken de route uit mijn hoofd. Dat ik nauwelijks verkeerd, dus ik ben echt te lui, maar feitelijk, ik heb weer mijn niet voorsprong. En ik moet officieel bij dit bordje staan. En niet waar die mensen stonden. Want dat is een haltebordje dat gewoon dit hele stuk halte is. En dit is het haltebordje waar ik eigenlijk met mijn deur altijd tegenaan moest staan. Dus zo doen de mensen dat. Dat hier gewoon een haltje op wat je staat, betekent gewoon dat dit hele gebied beschikbaar is voor de bus. Eigenlijk zou ik hem precies tegen dit paaltje altijd moeten neerzetten, dus dat doen al die buschauffeurs wel. Waarom verschijnen de auto's in mijn spiegel? En waarom staat een taxi geparkeerd op mijn busbaan? Olivierplatz, dacht ik. Of bliep trouwens, dat weet ik niet meer. Olivarplatz. Olivarplatz, ook goed. Alleen staat hier een klein taximeter, dus dan ja, ga ik hem moeilijk bij de paal neerzetten. Onderin. Iemand die een kaartje wil? Niet. Hij wil een kaartje. Ja, maar hij moet een shooter kaartje hebben. Kijken, kutstrekken. Nee. Die ja. 50 en 8. Waarom steekt oma daar zomaar even over? Leibtreustraße. Ja, precies, ik ben. Ah ja, nu komt. Ja, zie je wel, nu komt Leibtreustraße, ja. Leibtreustraße. Er staat weer een auto geparkeerd op de baan. Plus 2, ik ben ook veel te vroeg. Dat is te vroeg, dat gebeurt in Berlijn eigenlijk nooit. Dus altijd 10 minuten te laat of zo. Ja, van deze bus rijdt elke 10 minuten of elke 5 minuten rijdt er een. Ja, even kijken, op bord. Hoe we er nu rijden. Kijken, want deze twee rijden samen natuurlijk. Meerlingendam en... En bij Hermanplatz 6 en 11. Dus elke 5 minuten rijdt hij. Precies. We hebben 1 minuut de tijd hier. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Even kijken, snel de tijd even een minuutje vooruit spoelen. Wees allemaal welkom.
Dan zou het wel redelijk weer moeten kloppen. Ja, nu staat er niks meer. Is het een beetje gezellig hier in de bus? Ja, het is wel redelijk gezellig. Mooi. We zijn min 1. Kijk, dat lijkt hem heel erg. Altijd te laat zijn, hè? Kuur, First and Dam. We zijn er. Nog steeds. We zijn er nog steeds. De volgende is Oerlandstrasse. En dan zijn we bijna aan het einde van de Curve Zandam. En dat doet we. Curve Zandam is lang hoor. Dat is wel. U-Bahnhof Oerlandstrasse. Hops, oké, en gas, 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 en door. Mensen, u moet wel bij het potje gaan staan. Dat is... hier. Ja, dan moet je lopen, ja. Ja, dat klopt. Maar wel moet een kaartje hebben. Een kutstrekker. Hops, oké. Daar weer uit. De volgende is de enige echte halte Curve Zandam. Nou, hij heet deze hele stad Curve Zandam. Maar daar heb je namelijk ook de metro en de overstapmogelijkheden. Precies. Kuurfürstendam. Dat is aan de overkant, daar zit de ingang van met... hier links... hier links ga je naar Zoologische Garden, daar zie je het station. En wij gaan nog een klein stukje rechtdoor. Naar Wittenbergplatz met de U-baan verder. Zo. Mag ik mijn bus die nog laten zakken verder? Ik kan nog verder laten zakken. U moet een kaartje hebben. Alsjeblieft. Graag gedaan. Tuu, loop zo maar lekker door, jongens. Kom. En mijn lasje. 50, 60, 70, 80. 90 mag ik hebben. Zo. En dan gaan we namelijk langs de Gedichtniskirche. Dat is de nieuwe kerktoren. Dat is de nieuwe kerktoren. Dat is de nieuwe kerk. En hier links. Dat is de nieuwe kerk. Ah, ik moet wel sturen. Dat... God, je ziet hem. Hij staat hier nog in de stijgers. Dat
dat ding, dat, ja, het, hij staat momenteel niet meer in de stijgers, dat weet ik wel. Ik zal hem zo nog even vanaf de andere kant bij de volgende halt weer terug laten zien. Lopencentrum, dat is een winkelcentrum, voor uw informatie. Zie daar, de kijktoren die afgeschoten is, maar hier staat hij nog in de stijgers. Nou, dat staat hij al lang niet meer. Dus ondertussen is het spel ook alweer verouderd. En dan komen wij zo bij onze laatste halte uit, eindelijk. Dan moet eigenlijk deze bus nog bijna een uur lopen. Natuurlijk het eerst zo verder rijden tot zijn bestemming. Maar wij keren hier om omdat de map simpelweg niet verder gaat. Iedereen mag uitstappen. Soms hoor je het ook nog wel eens bij. Het is wel de eindhalte, maar je mag meerijden naar het keerpunt. En dan is het keerpunt nog net even iets verder en dan mag je daar ook nog uitstappen. Ja, hier heb je het KDW, zoals je het kan zien. Het grote baanhuis. Waarom willen al die mensen instappen bij mij? Oh, die willen we eindstel bij de 19. De 19 rijdt achter me. De 19 komt al zo'n 5 minuten. Goed, ja, in theorie rijden wij natuurlijk gewoon verder, maar ja, wij moeten hier keren nu. Helaas. Hier links heb je trouwens het treinstation Wittenbergplatz. Dat is best een heel mooi gebouw. Het bijzondere aan dit gebouw is, zoals ik het kan laten zien, is dat het compleet symmetrisch is. Hier liggen twee treinsporen en hier liggen twee treinsporen en links en rechts is compleet symmetrisch. En de bouw van het station, ik vind het wel wat hebben hoor. Ja, weer een insider tip van mij. Oh, ik krijg mijn beeldscherm niet tevoorschijn, oké. Volgens mij is het de terminus aan de andere kant, maar goed. Hang niet uit. Eigenlijk niet helemaal naar links toe en dan sta ik nu een beetje fout voorgesorteerd. Moet dat zullen we zo even kijken. Ik heb nu 12 minuten pauze hier. Onderin 12 minuten. Precies die auto eerst voor, dan blijf ik dus mijn vastleggen voor. U-Bahnhof Wittenbergplatz. Die andere bus die keerde hier zo, geloof ik. Wij doen dat niet aan. Maar hier kan je ook pauze houden, geloof ik. Ja, ja precies. Ik weet niet of dan deze halte voor de M46. Dan moet ik deze even aanzetten, dat weet ik niet. M19? Oké. Dan is dit de M29 pauze. Ja. Moet ik nog doen? Oh, ik had al doen.
Zo. Aangekomen. Hoeveel kilo? Dat weet ik niet. Bus en dat hier, precies. Dat is wel vet dat ze dat opzetten. Heb ik dan ook op mijn bordje. Betriebsvaart. Ik zit nu in het lijstje met alles wat ik erop kan zetten. Vaart en het hier, betriebsvaart. Ja, ik dacht dat je ook pauze namelijk had, maar... Nee, ik kan pauze, kan ik er niet opzetten helaas. Goed, dames en heren, dat was het voor vandaag. Hij gaat weer trekken. Zetten wij hem weer een plaatsje naar voren. Dames en heren, bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Bye bye.